Vandaag een hele speciale gast, Mirjam van Bright TV. En ik heb haar het hele huis laten zien, alle gadgets. Maar nu gaan we de Model X laten zien. Kijken of ze daar al eens een keertje in gereden heeft. Nee, oké, okay. Zit u een beetje comfortabel? Oké, okay. Man lief de cameraman. Ja, even die knop, heel goed. Deuren dicht. Mirjam, alles Tesla gereden? Naast iemand zat ik. Ja, ja, nee, dus niet gereden. En al eens een keer niet gereden achter een Tesla, dus dat hij zelf rijdt? Nee, ook niet zelf, maar naast iemand. Okay. Je moet de gordel moet je zelf doen, sorry. Nee, Vincent, ik wilde net de deur dicht doen. Toen zeg je, nee, aanraak, gaat automatisch. Ik doe de gordel niet zelf om. Oké, Mirjam. Gordel lastig type, zeg. Ben van den Burg die zei, waarom gaat die deur niet automatisch dicht? Heb ik eens een keer een auto die het automatisch doet? En wil zij de gordel. Oké. Okay. 1, 2, 3, ja. Dit? Ja. Ja. Nog een keer. 1, 2, 3, ja. Ja. Stop. Nee, oké. Mijn buik, ik voel hem. Meer moet even wennen. 1, 2, 3, nog een keer. Met twee handen aan het stuur. Ah, ik word misselijk! Kotsen! Ik heb in Dubai in Ferrari World een keer in zo'n soort achtbaan gezeten. Ging je in 3 seconden van 0 naar 220. Hetzelfde. Dat was zo'n gevoel. Oké, snelheid is niks voor Mirjam. Oké, Mirjam, laat even die handen los. Stop maar. Oké, nu Mirjam even zonder handjes laten rijden. Kijk of dat werkt. We staan hier te wachten op de rode licht. Nou rijdt hij gewoon weg. Nu kun je gewoon naar Haarlem rijden, naar Groningen, Rotterdam. Pieter, even over de boodschappen die we nog moeten doen. Ja. Jij moet wel nog in de gaten houden, maar je bent snel. Goed, we zitten op weg naar Halfweg. Eens kijken of we nog een mooie stoplicht tegenkomen. Hoe voelt dat, Mirjam? Geen controle? Lijkt me niks voor jou. Nee, ik vind het wel relaxed. Ja? Ja, ik vind het leuk. Dus het is toch wel snel eigenlijk met dit soort nieuwe dingen. Er zit een goede master naast mij, hè? Goede leraar. Ja, en de cameraman. Heeft het. Nou, heb je vertrouwen? Ja. En hij stopt gewoon, ja. Nou, Mirjam doet het heel goed. Niks, geen handjes, ja. Boodschappen doen. Zo, deze Citroën Cactus vrouw, wat vindt ze van elektrisch? Conclusie, elektrisch en autonomous. Ja, heel vet, maar ik moet nog wat lessen bij je volgen, Vincent. Ja, ze is nog niet gewend om controle. Zij houdt van controle.